Dames en heren, voor eerst en in naam van het bestuur van onze Oostenrijk Vereniging Servus wens ik u allen hartelijk welkom en een heel gelukkig, tevreden, vredevol en vooral gezond 2019. Ben je ooit op het idee gekomen om Servus op te starten? Ja, dat heeft alles te maken met de vriendschap die wij, of die ik met mijn echtgenote in Oostenrijk telkens mocht ondervinden als wij daar op vakantie waren. Mm-hmm. En wij hebben een beetje hetzelfde mensenslag. Hè. Oostenrijkers die zijn gemoedelijke mensen. Ja. En dat gevoel hebben wij in Mechelen willen overbrengen. Het succes van Servus en ook het succes van ons Heidengenootschap. We hebben ook een eigen klassieke muziekfestival, weliswaar niet en zwaar, vrij lichtvoetig. Dat is eigenlijk allemaal omdat wij, ja, ik hou van mensen en die, of dat die nu in Oostenrijk, uit Oostenrijk komen, dat die nou uit Tsjechië komen of uit Duitsland of uit Hongarije komen. Muziek verbindt mensen over de grenzen heen. Het is eigenlijk door mijn vrienden in al die landen dat wij dergelijke dingen naar Mechelen kunnen halen. Dit is toch wel topkwaliteit. Daar sta ik garant voor dat wij vandaag een schitterend nieuwjaarsconcert hebben. Een echt onvervalst Weens nieuwjaarsconcert. Met verschillende mensen die ook bij de Wiener Philharmoniker gespeeld hebben. Er regelmatig ook nog spelen. We hadden ook twee schitterende zangers, je hebt dat zelf ook wel gehoord. Ja, dat is absolute topkwaliteit. Dat zijn gevierde sterren, zowel in Oostenrijk als wat de zangeres betreft in Oekraïne. Kom je er allemaal aan, die topartiest? Als je een aantal toppers kent, dan ken je heel rap andere toppers. En als je dan succesvol organiseert, die toppers die gaan nu binnen een paar uur vertrekken die richting Wenen. Die gaan daar tegen hun vrienden over praten. Wij waren in Mechelen, dat was daar fantastisch, wat een ambiance. Mechelen, dat is een klein Wenen. Dat publiek was schitterend. Ze hebben het altijd maar over het schitterend publiek. En over bedanken en danken, terwijl dat ik hun moet danken. Want dat is niet vanzelfsprekend dat zij hier een concert neerzetten op dit niveau. Met die gemütlichkeit daar ook achter. Hè. Ik zeg altijd, ja, zij feliciteren mij, ik feliciteer hen. Maar eigenlijk moeten we onszelf allemaal samen feliciteren. Wij hebben samen een prachtig concert georganiseerd en de vriendschap vaart daar wel bij. Ja, Schepen, je komt net terug van het prachtige concert eigenlijk, Prozit Nieuwjaar. Wat kan je daar allemaal over vertellen? Hoe is het meegevallen voor u? Wel, het was een fantastisch concert eigenlijk. Een ideaal concert om het nieuwe jaar, het culturele jaar in Mechelen, op gang te trappen. En ik moet zeggen dat het Heidengenootschap, Servus in dit geval, maar die twee zijn nou met elkaar verbonden, dat die toch elk jaar opnieuw prachtige concerten geven in Mechelen, die onze klassieke muziek in Mechelen op een ongelooflijk hoog niveau brengen. De stad Schouwburg is heel erg in trek, maar ik denk dat vooral Servus en Heidengenootschap erg in trek zijn, omdat mensen, Mechelaars, maar ook mensen van buiten Mechelen, weten dat Alphonse Deleuze en zijn ganse team, dat die werkelijk fantastische kwaliteit brengen. En daarvoor zakken de mensen heel graag af naar onze stad Schouwburg.
klassiek ligt nog altijd wel in de lijn bij de mensen. Toch, het wordt nog geapprecieerd. Hè? Ja, ik denk dat klassieke muziek is métier. Klassieke muziek brengt mensen samen. En ik denk dat dat een kunstvorm is die nooit zal verdwijnen, omdat die muziek gewoon tijdloos is. Het is allemaal best meegevallen, denk ik toch? Hè? Ja, ik vermoed van wel. Ik zie hier toch alleen maar stralende gezichten naar buiten wandelen. Dus ze zijn nog niet allemaal buiten. Een aantal zitten op de nieuwjaarsreceptie. Daar is de sfeer ook op haar best. Dus ik denk dat we kunnen tevreden zijn met het resultaat. Zeg Alfons, het is Servus dat het organiseert. Wie is Servus eigenlijk? Ja, Servus is de Oostenrijkvereniging in Mechelen. Wij zijn 33 jaar ongeveer bezig. Wij zijn een beetje van alle markten thuis. Hè. Van de ene keer organiseren we met een muziekkapel, dan is er weer een klassiek concert. En nu is er weer een nieuwjaarsconcert. Dat heeft het nadeel dat je hebt telkens een beetje een ander publiek nodig. Nu zo'n nieuwjaarsconcert natuurlijk, als je gewoon nog maar aan het nieuwjaarsconcert van de 1e januari in Wenen denkt, waar toch bijna halfkijkend Vlaanderen aan de buis hangt. We hebben vandaag willen proberen met bescheiden middelen om daar een voortzetting aan te breien. En ik denk dat ons dat wel zeer goed gelukt is.